En ik had mama ook willen zien. Mm. Niet alleen papa. Wil je hem nog kussen? Hm? Wil je hem nog kussen? Ja, nee, nu niet trouwens. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet niet wat ik wil. Ik ook niet waar ze me voor vrienden op de werk. Oh, daarom nummer 2. Ja, dat zou kunnen. Op de werk, ja. Dat zou kunnen. Is dat zo? Oh, dan moet ik zo nog kiezen. Altijd dicht bij jezelf gebleven. Het haarkleur, hè? Mooi hoor, zus heb je. Heel veel anderen vinden jou de terechte winnaar. We houden van je, een zuske. Waar is? Hoor dit. Hier. Door en trek een slaap. Geef door en trek een slaap. In de supermarkt. Huh? Dit is in de supermarkt herfilmd. Ze gaan nog even door en trek een slaap. Die voor je. Heel veel anderen vinden jou de terechte winnaar. We houden van je, een zuske. Waar is? Wat zegt ze aan het einde dan? Suske. Ik, toen ik thuis kwam, was ik heel flauw. Heel vaak riep ik, Suske, waar is Wiske? Oh. Vond ze nooit zo heel tof. Toen ik hier naar binnen ging, toen was het best wel blag. Maar is het niet een bijzonder studio? Ik heb geen idee. Kijk, dit is een nummertje. Ja. Ja, ik denk het wel. En hier kan je handdoek opleggen. Denk het ook. Dat zou niks verbazen. Toen was ik wel bruin. Ja. En een hele andere haarkleur. Ja. Ik weet niet wat ik zie. Ik ben een blond zusje gewend. Hé. Hey. Echt mooi haar. Ik heb best wel knap. Ja. Maris, doe die van Maris Wel, dat was ook helemaal niks voor Ria, denk ik, of wel? Nee. Nagedacht. Denk wel. Ja, emotioneel. Ja. Je mag best een rep pakken. Dat was mijn kerstcadeau. Wat? Je mag best een rep pakken. Nee, ik hoef geen rep. Agressie is goed. Ja, verlies. Oké. 6, 5, 4, 3, 3, 3, 3. Maar je moeder deed ook wel echt mooi als een soort showman. En mij. Ja. Ah, moedertje. Tig weken. Ja. Ja. Bij jou ook, echt zoals je moeder hier. Het is gewoon typisch haar werk, het is dus al net niet dat ze zo... Oh, hij schrijft jou.
Krassen, geld, geld, geld. Oh. Doe me niet. Doe me niet. Nee? Nee, doe me niet. Je lijkt zo tering veel op je vader, jongen. Dat is echt niet normaal. Dat is ook niks voor mijn moeder. Ik heb nog nooit eigenlijk een videobericht van haar gehad. Nee. Nou, de eerste keer. Blijf veel lachen. Wat zei moeder? Blijf vooral bij jezelf. Ja. En ze zei nog iets. Gezellig of zo. Maak het gezellig zoiets? Nee. Ja, dat weet ik niet meer. Dat weet ik niet meer. Ik weet in ieder geval, blijf bij jezelf inderdaad. Blijf lachen. We zijn hartstikke trots op je, zei ze ook nog. Knallen. Ja. Nog eventjes. Echt? Ja. Oh ja, jammer. Ja. Aardbei. Ja, met de neus. Ai. Ja. Nou, de pijn hoor. Ja. Wat zijn de mensjes van thuis? Die zien we straks weer allemaal. Ja. Ik had niet gedacht dat het zo zwaar zou vallen toen ik zo bij die USB-C binnenkwam. Nee, ik weet niet. Ik dacht al wel, dit is thuis. Maar toen ik het zag, had ik niet verwacht dat het zo heftig zou zijn. Alles wat ik denk, als er maar een filmpje of ze zouden hem nu meer door de poort halen, heb ik denk, oh nee, alsjeblieft, doe het niet. Mm. Ik zit liever deze tijd uit zonder dat. Ja. Maar goed, het valt uiteindelijk ook weer mee. Maar, dan ga maar. Oh. Nee? Nou, ik merk dat ik op dit soort momenten echt emotieloos ben. Ja, dat kan ook. Dat is raar, hè? Mm. Het is ook bescherming. Oh, oké. Ja. Okay. De ene gaat janken, de andere is... Weet je wat ik bijvoorbeeld heb in situaties... als er stressmomenten zijn, dan word ik juist heel erg rustig. Oh, dan ga ik juist huilen. Ja, weet je, en iedereen heeft een andere soort modus... waar die dan in terechtkomt. Maar misschien ook omdat je natuurlijk thuis niet echt mist. Ja. Ik dacht, ah, oh, schattig. Ja. Ja, moeder en Jaxie. Ja, zeg maar, dit is... Nee. Kom,